Hallo allemaal, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker, vandaag de gast wordt Robert Guldenmeester. Robert, welkom. Dankjewel. En we gaan de 18e les doen, die van Sabbat 2 november 2019. Die is getiteld Het Evangelie en Vrede met God. Nou, de betekenis daarvan gaan we zo doen, we vragen eerst de zegen van de Heer. Nou, vader, kom met uw genade, ook weer een zegen te vragen voor deze les. Dat ook de kijkers mochten begrijpen en verstaan en ook een zegen daarvan mochten wegdragen. En dat wij het ook aan u eer mochten brengen, om Jezus wil. Amen. Amen. Het hele boekje gaat over de wet en het evangelie. En dit onderdeel gaat over het evangelie en vrede met God. En je zou kunnen zeggen, door het evangelie krijg je vrede met God. En dat zien we in de les om wel tot uitdrukking komen. Zou jij de inleiding willen lezen? Het geheel menselijk ras heeft de wet van God overtreden. En als overtreders van de wet is de mens hopeloos verloren. Want hij is de vijand van God, zonder kracht om iets goeds te doen. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet Gods niet, want het kan ook niet. Kijk het in de morele spiegel, op Gods heilige wet, ziet de mens zichzelf als een zondaar en wordt overtuigd van zijn slechte aard, zijn hopeloze ondergang onder het rechtvaardige vonnis van de wet. Maar hij is niet achtergelaten in een staat van hopeloze benauwdheid, waarin de zonde hem heeft gedompeld. Want het was om de overtreder te redden van de ondergang, dat hij, die gelijk was aan God, zijn leven opofferde op Golgotha. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Dankjewel. En deze inleiding zegt al heel veel. En wat ik erbij geschreven heb, is vooral het eerste stuk is zeg maar de huidige situatie. En het laatste stuk is wat de toekomst ons kan brengen. En de andere is het de ist en de zol situatie. Ja. En wat is nou de ist? Is dat we, zoals er staat, allemaal hebben de wet van God overtreden. Dat is een feit. Daar begint het menselijk leven mee. De mens is in principe in zonde geboren. Ja, en doet uit zichzelf niks goeds. Nee. En alles wat we wel goed doen, komt door het God ook nog een keer. En dan wat is de situatie waar we heen gaan, zodat we allemaal straks het eeuwige leven kunnen krijgen. Nou, hoe dat allemaal kan, gaan we in 8 vragen met elkaar behandelen. Het eerste deel gaat over de natuurlijke toestand van de mens, wat we al een beetje verklapt hebben. Maar de herhaling brengt ons steeds dichter bij de waarheid. De vraag staat, wat is volgens de Heilige Schrift de toestand van een natuurlijke mens? Ja, dat is niet best. Hij was onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerte en hartstocht, leefde in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Je zou jezelf in de spiegel zo zien. Ja, dat is niet goed. En toch geldt dat voor mij en voor hem ook. Dus dat is, en voor u ook. Ja, spijt me om zo te zeggen, maar al deze ellende geldt voor iedereen. Want dat is namelijk de natuurlijke toestand van de mens. We gaan nog een stap verder in het tweede deel van die vraag. Hoe is hij in zijn omgang met anderen en zelfs in zijn relatie met God? Ja, hij is vervreemd, zoals ik al zei in de staat, vervreemd. Van was vervreemd was en vijandig gezind. Ja. Dus vervreemd van God en vijandig gezind tegen zijn naaste. Tja. Nou, dat is eigenlijk niet leuk om te lezen. Een stukje Romeinen 5 vers 10 staat dat, want als wij toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Dus Paulus zegt het heel klip en klaar. Als je dus zondig bent en in zonde leeft, ben je een vijand van God. Maar ook nog een keer naar elkaar. Hè? Dus het ook, dat zien we ook in de wereld om ons heen. Ja. Kijk, ik ga het niet allemaal benoemen, maar het zijn natuurlijk hele trieste dingen. Wat er in Hongkong gebeurd is, wat er in Syrië gebeurd is, maar wat er in de hele wereld gebeurt. Wat er gewoon in Nederland gebeurt met tegenwoordig met moorden en toestanden. Dat is vijand aan elkaar. Ja. En dat is niet omdat de mens uit zichzelf goed is, maar omdat hij uit zichzelf slecht is. Ja. Ja, er staat ook nog dienaren van de zonde en Satan. Dat zijn wij eigenlijk als mens, als we daarvoor kiezen. Ja, dat is wel heftig, hè? Ja. Kun je je voorstellen dat je zegt, ja, maar ik ben een dienaar van Satan. Dan denk je, die is niet normaal. Nee, dat doe je niet bewust. Maar dat is wel zo, precies, ja. En je wil er niet mee geassocieerd worden, dat is het ook. Daarom is het zo goed om die waarheid heel nadrukkelijk wel te zeggen, dat is het wel. Ja, hoe kan je er nou uitkomen? Een heel één zin uit de opmerking, het laatste stukje. Ja, door de bediening van de Heilige Geest worden zielen ertoe gebracht vergeving voor zonde te vinden. Nou, er is hoop, gelukkig. Gelukkig wel. Maar zover gaan we nog niet. Eerst maar even de slechtste natuurlijke toestand. Tweede vraag gaat over, wat brengt nou het evangelie teweeg in onze relatie met God, hoewel we, dat hebben we gedaan, hè, aanvankelijk opstandig en vijandig waren tegenover hem? Ja, we kunnen vrede ontvangen, vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. Dat is het thema van deze les. Ja. De vrede en het evangelie.
Nou, als je naar het woordenboek pakt, hè, dan kun je naar vrede kijken. En dan staat er in het woordenboek, staat er, dat is de afwezigheid van geweld of oorlog. Ja, ja. Maar ja, vrede in je hart is weer wat anders. Vrede in je hart is toch dat je volledige rust hebt. In de harmonie bent met je medemensen vooral. En Jezus zegt dat je vrede hebt met God en met je medemensen. Dan maak je nergens zorgen op. Ja. En dat is ook als iemand boos naar je kijkt. Dat je niet zegt, joh, moet je van me? Dan zeg je, joh, is er wat aan de hand? Kan ik je helpen? Dat is een hele andere instelling. Dat staat hier toch, hè? Dus we krijgen dan vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Nou, tweede deel van de vraag doen we ook toch. Maar ik heb hem zelf al beantwoord. Hè? Wie maakt het nou mogelijk om die goede relatie te hebben met de Hemelse Vader? Ja, dat is toch Heer Jezus Christus. Ja. Want Hij is onze vrede. Ja. Als je hem helemaal doorleest van Efeze, dan heeft de tussenmuur die scheiding maakt, heeft hij afgebroken. Ja. We weten dat toen Jezus stierf aan het kruis, dat symbolisch het voorhangsel tussen het heilige, de heilige en de mensen doormidden gescheurd is. Twee symbolen achter. Het eerste was, het heeft geen zin meer dat je die offerdienst doet. En het tweede is letterlijk, die scheidsmuur is doorbroken. Want Jezus heeft de relatie, hij heeft de mogelijkheid om de relatie tussen God en de mens weer te herstellen. Ja, ja, dat staat toch in opmerking. Het was zijn zending, de zending van Jezus, ja, op de aarde en in de hemel de vrede te herstellen. Ja. En er is ook geen andere basis voor vrede dan deze. En de geest van vrede zal ons dauw rusten op harten die vermoeid en belast zijn door de strijd in de wereld. Ja. Hoe mooi, hè? Dauw. Ja. Dauw is een vocht, we noemen het condens ook wel. Het is iets wat de vochtigheid condenseert op de koude bodem. En dan daardoor wordt alles wat er groeit, wordt gevoed. Ja. Niet met regen, maar met dauw. Het is dus verkoelend, lekker. Dat is hier ook. Dan krijgen we dus rust. Het verhitte hart wordt dan afgekoeld en wordt rustig. En wordt niet meer boos. Er is vrede dan. Het is zoiets zeldzaam om vrede te hebben. Ik gun het iedereen die moeilijk in slaap valt om vrede in het hart te krijgen. Als je dan niet slaapt, lig je in ieder geval lekker relaxed. Ja. Ja. Ik heb overigens geen last van slapeloosheid, hoor. Mij gaat het goed. De derde vraag, hè. Waar hebben wij nu door het geloof toegang tot? En dat is mooi. Er komt ineens een stuk, de hele wereld gaat voor ons open. Ja, we hebben toegang gekregen door de genade, door het geloof tot deze genade. Ja. Door het geloof krijgen we toegang toe. Ja. We weten, genade betekent onverdiende gunst. En wat is de gunst die we dan krijgen? Dan krijgen we het eeuwig leven. Ja. We hebben net inleiding heb je net voorgelezen, Johannes 3 vers 16, dat we dan het eeuwig leven kunnen krijgen. Ja. Tweede deel van de vraag is, wat zal dan in ons hart zijn als we vrede zijn met God en zijn wet? Er komt iets, niet alleen vrede in je hart, maar er komt nog iets anders. Ja, dan komt ook dat de liefde van God in onze harten zal worden uitgestort door de Heilige Geest die in ons wordt gegeven. Ja. We gaan het zo nog iets verder over hebben, maar het is een liefde die moeilijk te bevatten is. Nou, je hebt een vrouw en twee mooie dochters. Daar hou je van. Ja, zeker. Hij houdt van drie vrouwen, zeg maar. Maar op een goede manier. Maar dat is heel normaal. Dat zijn je naast van je ouders hou je en van mensen die goed voor je zijn. Ja. Maar de liefde van God gaat ook verder dan alleen maar die beperkte kring. Daar gaan we het zo over hebben. Er is een middenstuk uit de opmerking. Dat gaat over de versen 1 tot 3 uit Romeinen. Maar velen zijn geneigd te denken dat terwijl deze verleidingen op ons neerkomen, wij ontmoedigd moeten opgeven. Dat we geen macht hebben te overwinnen. Dit is ongeloof. We worden zwak omdat we in verleiding komen en zondigen tegen God met onze lippen. Door het uitspreken van ontmoedigingen en twijfels. En zo mee te praten aan de tegengestelde zijde in plaats van de kant van hoop en geloof. Nou, dat is iets waar we absoluut voor moeten beboet worden. Dat we niet ons laten verleiden om te huilen met de wolf in het bos is het nergens spreekwoord. Ja, medelijden met jezelf. Ja. Maar daar staat ook achter. U weet dat Christus al deze verleidingen heeft meegemaakt. Het is dus niet zo dat wij altijd alleen moeten dragen. Jezus heeft dat allemaal voor ons gedragen. Ik neem het voor. Ik vast wel met regelmaat. Omdat het gezond is. En ik vind het best wel lastig. Gewoon, meestal is dat 36 uur dat ik vast. Dat betekent dus dat ik op de avond mijn avondmaaltijd heb en dan de hele dag vast en dan niet eten en dan de volgende morgen pas weer eten. 36 uur ongeveer. En dan vind ik mezelf een hele pier. Dat vind ik echt goed. En ik, nou, hebben we weer gedaan. Maar Jezus heeft 40 dagen gevast. Ja. Om te laten zien ook dat het wat menselijk is, wat wij heel zwaar vinden, dat hij altijd een stap verder is gegaan. En hij was net zoals ik mens. Hij had net zoals ik honger.
ja, de menselijke lichaam in die zin beperkt. Ja. Daarom, wat er ook in je leven gebeurt, Jezus heeft het ook gehad. En hij heeft volgehouden in de kracht van de Heer. En dat is, wij kunnen in de kracht van Jezus het allemaal volhouden. Jezus, hij is de Heer, stierf voor zondaars. Dit is een heel ontroerend stukje, vind ik. Ik wil dus even rustig serieus nadenken wat hier echt staat. Hoe was onze geestelijke toestand toen de verlosser voor ons stierf? Dus Jezus stierf aan het kruis 2000 jaar geleden. Hoe was onze toestand? Ja, krachteloos, maar goddeloos vooral. Ja, ja. Goddeloos, dus echt zonder God. Ja, ja, zonder God. Dat is rechtstreeks vertaald. God zo stierf voor zondaars. Hij stierf dus niet voor geloven. Nee, dat hoeft niet. Ook geloven is het zonder, maar ik begrijp je. Jezus zegt ook letterlijk zelf, en er komt. Jezus is wat bij. Gaat door de Levi, als hij een Levi roept, hè, dat is Matthäus, ja. De tollenaar, wordt hij geroepen en dan volgt hem na. En s'avonds gaat hij bij Matthäus, bij Levi, gaat hij eten. En nou, wat doet Matthäus? Levi is zo blij, die nodigt al zijn vrienden uit. Nou, wat waren zijn vrienden? Waren ook zondaars, allemaal tollenaars vaak, hè? Dat is een beetje dezelfde cirkel, een soort gilde. En dan komen de fariseeën en zeggen: dat is misschien wat hij doet. Ja. En dan zegt Jezus: aha, de zieken hebben een heelmeester nodig. Maar de niet-zieken hebben geen heelmeester nodig. Ja. Nou, dat is het mooie wat hoe Jezus in elkaar zit. Markus 1, als u het wil lezen. Het tweede van de vraag is: hoe weten we dat hij zijn leven gaf voor mensen die zondig en goddeloos waren? Ja, de mens is altijd al naar het paradijs zondig geworden. Ja. Is hij natuurlijk zondig. Ja. Ja. En toen heeft Jezus ook heeft zich zijn leven gegeven voor ons. Ja. Niet omdat wij zo lief zijn of zo. Zo godsdienstig of wat dan ook. Nee. En dan staat een laatste stukje. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Het is constant die bevestiging daarin. Nou, en dat is dan genade. Ja, onverdiend. Onverdiend. Dat is genade. Genade is eigenschap van God, staat een opmerking die je tegenover mensen die het niet verdienen aanwendt. Nou, dat is iets wat wij mensen niet begrijpen. Ik ook niet. Ik begrijp het met mijn verstand wel, maar met mijn gevoel niet. Nee. Ik vind toch, ook bij de opvoeding van mijn kinderen, dan ben je ook wel genadig, want je niet alles bestraf je in de mate dat nodig is, of beloon je. Maar het is wel heel lastig om dat echt te doen, hoor. Bij ieder mens, hè? Ja, zeker. Dus de collega die je, sorry voor het woord, een oor aangenaaid heeft, die denkt nou, zeg ah. De opmerking sluit met de zin: onze enige aanspraak op zijn genade is onze grote nood. Daar mogen we over nadenken. Vijfde vraag lijkt een makkelijk antwoord, maar het gaat om de context van de tekst om toch de verdieping te krijgen. Wie heeft de vloek en het vonnis van de wet weggenomen? Ja, dat staat in Galaten 3. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vloek is ieder die aan het hout hangt. Ja. En we weten, Jezus is in een kruishout gestorven. Daardoor heeft hij de vloek van de mensheid op zich genomen. Ja, precies. En dan moet je goed nadenken. Kijk, Jezus is gestorven terwijl hij zondeloos was. En we weten dat, er staat in de Bijbel, de beloning van de zonde is de dood. Ja. Dus hij had het niet verdiend. Nee. Dus als we daarover nadenken, denken we, oké, wat betekent dat nou? Dus Jezus is die echt dood gestorven, terwijl hij geen zicht had of hij wel levend zou kunnen worden. Of dat zijn offer voldoende zou zijn. Dat is eigenlijk nog erger. Je weet niet of hij wist dus niet of hij genoeg gedaan had, omdat hij ook mens was in zijn gedrag. Nou, we weten uiteindelijk, na 3 dagen is hij opgestaan, hij was genoeg. En ja, dat is het mooie, daardoor is voor ons hoop en redding. Tweede van de vraag: als het oordeel van de wet op hem is gekomen, dat hij moest sterven voor de zonde, ja, terwijl hij niet zonde, hij zonde voor ons gemaakt, hè, zijn wij dan nog steeds onder de veroordeling van die wet? We zouden worden gerechtvaardigd door Jezus. Ja. Ik wil niet zeggen dat we zonder zonde zijn, maar worden gerechtvaardigd, juist, door het offer. Dankjewel. Dit is, wat Robert nu net zegt, is zo belangrijk, dat is de kern van het evangelie. We worden gerechtvaardigd door het offer van Jezus, van het oordeel van de wet. Ja. Daarom is de wet niet iets ergs. Want het is daarom de spiegel waar we aan moeten voldoen. Dat kunnen we niet. Door het bloed van Jezus worden we daarvoor gerechtvaardigd. In 2 Korinther 5 vers 21 staat van: want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons zonde gemaakt. Dat is dus wat God gedaan heeft voor ons. Ja, ik wil nog lezen het laatste stukje opmerking. Ik zal uw zonde nemen en die zelf dragen. Als u mij wilt aannemen als uw plaatsvervanger en borg, keer terug tot uw trouw en ik zal u mijn gerechtigheid toerekenen. Dan zou je kunnen denken, oké, dat is zo. Ik geloof dat Jezus mijn zonde vergeeft. Dus ik blijf lekker in zonde. Dan iedere avond doe ik een gebed. Zeg: Heer, ik vind het wel heel vervelend, dat is weer gebeurd. Ja,
Dus als je daarin blijft... Ja, er is wel een voorwaarde aan verbonden. Precies, ja. Je moet wel de wens hebben om, om de Heer te dienen. Ja. En dat je in zonde valt is wat anders dan je zegt, oké, ik doe maar gewoon even en ik leef maar. En ik, iedere avond neem ik 10 minuutjes en dan ben ik weer klaar. Ben afgekocht. Afgekocht, ja. Aflaat. Ja. Dat is een beetje aflaat, maar dan in een gebed. Nee, zo werkt het ook niet. Nou, dat doe ik het bewust zo, want heel veel denken, ja, maakt er niet uit, moet toch kunnen? Het kan. We zijn maar mensen. Hè? Ja, we zijn maar mensen, ja. Staat er toch? Accepteer het maar. Het is niet genoeg. Het gaat om wat we de wens willen hebben en de Heer zal ons dan de kracht ook geven. Want er is geen veroordeling, zegt de volgende paragraaf, voor degenen die in Christus zijn. Is er iemand die gerechtvaardigd is, nog steeds veroordeeld? Volgens de wet zou je dan veroordeeld moeten zijn, maar we zijn gerechtvaardigd. En dan is dat ook zo. Dan ben je gerechtvaardigd, dan is het ook klaar. Ja. We weten allemaal dat er oude Adventisten waren uit 1888 van Wagner en Jones. Dat is Christus onze gerechtigheid. We hebben er 2 gerechtigheden in. Eerst hebben we er toegerekend. Dat betekent dus dat Jezus echt voor ons gaat staan. Dat we helemaal niet zichtbaar meer zijn, maar de Vader ziet alleen maar de gerechtigheid van Jezus. En door het veranderen van de Heilige Geest schuift hij steeds meer weg en wordt het door gerechtigheid ons verleend. Dus we krijgen dat steeds meer van hem toegedeeld. Mm-hmm. En uiteindelijk mogen we symbolisch nastaan. Omdat we de volledige gerechtigheid van Jezus in onszelf hebben gekregen. Ja. Door de Heilige Geest. Niet door eigen werk, maar door de Heilige Geest. Nou. Waarvoor worden we dan... bewaard, zeg maar, waarvan worden we gered volgens de tweede van de vraag? Ja, het loon van de zonde is de dood, of de toren van God. En van deze toren worden we dan bewaard. Precies. Hij staat er niet echt in, maar als je Openbaring 20 leest, dan ziet u, dan dan ziet u dat de velen zullen opstaan, de opstanding voor de eeuwige dood. En de eeuwige dood betekent dus dat je dan de straf van de zonde volledig krijgt, waar geen einde aan is. Dan ga je dood voor de eeuwigheid. Nou, daar zijn we van gered. We kunnen al sterven in dit leven, maar we weten als Jezus weer komt, staan we weer op. Nee, dat de huidige sterven is ondergeschikt. Ja, want Jezus noemt dat slaap. Want slaap wordt je wakker. Dat is een andere dood. Tijdelijk ook. Gelukkig wel, ja. Een stukje in de opmerking staat, in onze huidige toestand, begunstigd en gezegend als we zijn, kunnen we ons niet voorstellen uit welke diepte we gered zijn. We kunnen niet benaderen hoeveel tragisch onze kwelling geweest zou zijn, hoeveel zwaarder onze smarten, als Jezus ons niet had omvat met zijn menselijke arm van medeleven en liefde om ons op te heffen. Toen ik dat las, dacht ik, oh, daar heb ik nog over nagedacht. Dus gewoon omdat Jezus hier al gekomen is, zijn we van heel veel ellende al bewaard. Dus daardoor hebben we heel veel goedheid in dit leven. Ja, door ook al christen te zijn of je ook te gedragen, dan wil ik wel heel veel dingen besparen. Die vind ik wel heel mooi gezegd. Ja, dankjewel. De 7e vraag zegt, als de Heer ons door zijn Zoon verzoend heeft toen we zijn vijanden waren, hoe zal ons leven dan de toekomst zijn als we gerechtvaardigd zijn? Ja, dat is bij niet woorden stellen. Nee. Want hoeveel te meer zullen wij nu weer verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Ja. Dus dat is nog een overtreffende trap. En wat gaan we dan doen als je die tekst verder doorleest? Wat gaan we dan doen? En dit niet alleen, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Ja. Dus er is niemand die zegt, ik heb het gedaan. Nee. Want dat roemen in God, het is allemaal genade van de Heer. De Heer geeft ons die kracht. De Heer geeft ons de redding. De Heer geeft ons die gerechtigheid. Ik wil een klein stukje de opmerking nemen. Over wanneer we de zorg en het lijden onze dierbaren zien. Dit gaat precies over dat je dus pijn kan hebben van de mensen die je graag mag. Zullen we ons dan ontevreden murmureren en klagen afkeren van Christus? Nee, dit is het moment om dichter te komen bij de enige die onze hulp kan zijn in elke tijd van nood. Ja. Dus als het je overkomt, dat je in je gezin of in je naaste, dat er ziekte of ellende komt of ongelukken. Dan gaat het niet verder van de Heer af. Zeg niet, ja, maar waarom? Waarom overkomt hem dit? Waarom overkomt haar dit? Dat weten we allemaal niet, waarom. We kunnen niet veroordelen, we weten ook niet alles. We kunnen wel dichter bij de Heer kruipen juist. En dan is de redding, in ieder geval rust in je hart. Dan kan je voor de ander, samen met de ander bidden. Nou, ik wil een laatste stukje opmerking lezen. Ja. In zijn verzoening, die voor hem gedaan wordt, ziet de gelovige zulke genoegdoening, zo'n volkomen verlossing. Gekocht tegen zulke oneindige prijs die alle breedte, lengte, hoogte en diepte omvat, dat zijn hart wordt gevuld met lof en dankzegging. Hij ziet als in een spiegel de heerlijkheid des Heren en hij wordt veranderd in ditzelfde beeld door de Geest des Heren. Dat wordt de spiegel al aangehaald. Precies. Is waar het over... Je kunt ook lezen 1 Korinthe 13 vers 13, die gaat hier ook over. Hè? Nu zie ik door een duistere spiegel, nu dan zie ik oog tot oog, aangezicht tot aangezicht. Dat is waar we door gerechtvaardigd worden. Dankjewel. De 8e vraag en de laatste.
kunnen menselijke beschuldigingen en veroordelingen onze relatie met de Heer in gevaar brengen als we vrede hebben met Hem. Nou, dat is niet mogelijk, want ja, Christus is almachtig. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, zoals Paulus het zei? Ja, ja. Dat kan niks tegenop. Dus als iemand zegt, denk jij nou het zaligst worden met jouw leven? Dan zeg je, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, hij is ook opgewekt. Hij staat in de rechtshand van God die voor ons pleit. Dus als mensen zeggen, ja, maar vroeger, Rome vroeger. Nou, als ik aan vroeger terugdenk, dan denk ik, ja, maar misschien ook wel aan gisteren. De duivel zal het altijd influisteren. Altijd influisteren. Denk jij nou echt dat je rechtvaardig bent met jouw karakter? Met jouw eigen. Ja, en dat zijn ook die verzoekingen. Juist. We worden rechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus. Ja, dat is op deze opmerking. Als er een verzoeking komt, zegt dan alleen, Hij geeft voor mij, Hij bidt voor mij, Hij houdt voor mij, Hij is voor mij gestorven. Ik zal mezelf zonder voorbehoud aan Hem geven. Dat is mooi, hè? Het is bijna een mantra, hè? Een mantra is een herhaling van alle woorden wat je dan in gaat geloven. Dit is het bijna. Dat helpt wel. Dus ik heb hem ook net zoals jij, ik heb hem onderstreept. En denk, het zal me morgen kunnen gebeuren, of vanavond. Of volgende week. Dan is dit stukje wat ik pak op bladzijde 39, waar ik kan zeggen, hallo Heer, u bent voorbij gestorven. U houdt van me. Help me alsjeblieft. Ja, dat is de therapie die je dan nodig hebt. Ja. Petrus werd gered door op het water. Toen hij de weg zonk, toen hij zei, Heer, red mij. Toen stak Jezus zijn hand uit. Ja. Daarvoor niet. Dat is boeiend, hè? Ze zeggen, ja, we worden overal bewaard. Ja, maar soms moet je bewust zijn waarvoor je bewaard wordt. En hij zakt al weg, dan kun je het pas gered. Dus dat is ook voor ons leven ook. Soms moet je wegzakken en de Heer redt mij. En dan pas komt hij tegen de Heer zijn hand uit. Dat waren de 8 vragen. We hebben nog een stukje voor verdere studie wat we zo doen. Maar het gaat dus even, als we nu goed deze kort even samenvatten. Het evangelie en de vrede met God. Dan zien we dat 1 vraag maar gaat over dat we, hoe we waren. Daarna wat een zegen neer kan hebben als je tot Jezus komt. Dat moet ook het waarpunt liggen. Ja. Daarom voor verdere studie voor we de samenvatting echt doen. Niemand die in Jezus gelooft is een slaaf van de wet van God. Want zijn wet is een wet ten leven. Niet ten dode. Voor hen die aan zijn geboden gehoorzamen. Alle die de geestelijkheid van de wet inzien. Alle die beseffen hoe ze zonde openbaar maakt verkeren in een even hulpeloze toestand als Satan zelf. Tenzij zij de verzoening aanvaarden die hun verschaft in het genezende offer van Jezus Christus. Die onze verzoening is bij God. De geloof in Christus is gehoorzaamheid aan elk beginsel van de wet mogelijk gemaakt. Dat geeft zo'n kracht. Dat je denkt, het is bijna niet mogelijk. Nee, dat klopt. Met Christus is het mogelijk. Ja, dat is alles mogelijk. Ja. Dus ik zou willen besluiten. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat de Heer met u mag zijn en u rijkelijk mag zegenen.